We lekker blaadjes eten, hè? Brandnetels, dat is goed. Dit is mijn rijinstructeur Piet. Laatste keer. Laatste keer. Ja, ik ben een beetje verdrietig, maar dat heb ik ook net tegen Roe verteld. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stammel van de Werf. Mijn man die heet Roderick Stammel van de Werf. En het is vandaag alweer dinsdag 28 juli. Ja. En het is net 12 uur geweest. Kijk maar op de klok achter mij. En ik ga even mijn riem zoeken. En dan ga ik met de hondjes. En dus ik wens jullie wel heel veel kijkplezier. Wil lekker blaadjes eten, hè? Brandnetels, dat is goed. Ga je mee, meisje? Hey, want anders sta ik hier zo meteen nog, hè? Hey. Hallo, met je mooie glimmende vacht. Kom maar. Lof, ga mee. Ja! Jij bent weer lekker aan het verharen. Ja. Hé, Leet, en jij ook. Dat maakt niet uit. Nee, hoor. Liefie, je hoeft niet zo te trekken. Nee, niet zo trekken, wijfie. Goed zo. Rustig doorlopen, want ik heb al pijn in mijn rug. Die pijn in mijn rug hoeft nog niet erger, hè? Nee. Kom maar. Yes. Ja, nou, ik ben eventjes een vlog aan het editen. En ik... Zo. Ga jullie zo meteen even laten zien wat we gisteren hebben gekocht. Want dat ligt nog op de eettafel en jullie kunnen het al iets zien, als jullie heel goed opletten. Yep. Dat is hier, maar dat ga ik zo meteen allemaal jullie laten zien. En want er zit ook hier het een en het ander dingen in deze ding hier. Dus dat laat ik jullie zo meteen gezellig zien. Nog voordat ik mijn rijles heb, want het is nu 2:30 en om 3:00 staat hij weer gezellig voor de deur. En dan ga ik weer lekker 1,5 uur lekker tuffen. Dus zie je mij? Ik zou zeggen, doe een gewoon toeteren of weet ik veel wat. Of lekker zwaaien. Dus komt helemaal goed. En dan probeer ik eigenlijk op 7 augustus gewoon weer lekker te rijden. Want dat is lekker mijn verjaardag. Misschien krijg ik wel een cadeautje zo voor hem. Je weet het niet. En van Dr. Piet. Nee, handig. Nou, ik heb dus sowieso een nieuwe wasmand gekocht. Ja, en de wasmand haal ik er even erbij. Want er zit ook het een en ander in wat ik er ook bij heb gekocht. Nou, niet erbij heb gekocht, maar ik heb het gewoon gekocht. Onder andere dus één, hiervan één, sowieso. Nou, niet één, maar ik heb hier meerdere van. Dat is gewoon, ja, aan de rand. Dit is één. Dit is twee. En heb ik drie. En heb ik vier. Ja, twee voor mij en twee voor Ro. En dan heb ik er nog één. Dat is dan voor mijn mama. Dat is ook altijd wat handig. Want bij haar hadden ze dus deze niet meer. Dus ik heb ook sowieso eentje voor mijn moeder gekocht. En dan hebben we dus nog deze erbij. Jit. En die heeft mijn moeder dus ook al. Dus wil je die video ook eens een keer bekijken welke ze heeft. Zal ik eventjes die ietsje erbovenin doen. Maar dan moet ik even weten van welke vlog het nummer dat is van mijn moeder. En dan zal ik de ietsje even hier bovenin doen. Ja. Die zal ik dan hier bovenin doen. En dan, nou ja. Even kijken. Heb ik nog het een en het ander... Ik heb hier een blauwe van. Deze was 99 cent. En bij de Action heb ik ook een witte en een blauwe van dus. En vandaag is er iemand jarig. We hebben dus deze gekocht. Want daar gaan we vandaag op bezoek. Bij onze Benny. Ja. Hoop ik eigenlijk dat hij op de vlog wil. Is leuk op de vlog. Ik hoop het eigenlijk wel. Zo, nou, een nieuwe wasmand is weer geboren. Nou, en we hebben nog wat anders gekocht. Ik weet niet hoe goed hij is, maar het is wel een 2-in-1. Yes.
Het is dus een Tristar. Dus ja, ik hoop maar dat hij het goed gaat doen. Dus ik ga hier nog eens een keertje een productreview over doen. En dan horen jullie nog wel of deze een aanrader is. Toch, Buurt? En met al die haren van jullie. Ja, want dan hoef ik die hele stofzuiger niet te pakken. Scheelt mij weer heel veel. Ja, want je verhaat als een jekko. Ja. Ja, daar is mama al. Kijk dan. Waar is mama? Waar is mama? Ga kijken. Mama. Waar is mama? Koffie. Waar is mama? Ja, daar is ze al. Daar is ze al. Ja. Daar is mama. Ja, daar is ze al. Ga kijken dan. Jammeren? Ja. Nou, is ze er, dan zit je niet te jammeren. Ga kijken dan. Hé. Altijd maar jammeren. En nu niet. Ja, ja. Met z'n allen. Waar is ze dan? Waar blijft ze dan? Ja. Niet springen. Ik zie dat er met je staat in beeld. Ja, is toch. Maar kijken. Ja. Daar is het dan. Ja, daar is het. Ja. Kijk dan. Dit is een mooie rij autoles. Auto. Dit is mijn rijinstructeur Piet. Laatste keer. Laatste keer.
Nou, volgende week zie ik je ook weer, dus dat scheelt ook weer. Ja, die knopje heb ik ook aangeraakt en bij de stoel. Hey, ja, die heb ik al. Ja, maar bij, en bij die stoel. Juist. De gordel. Ja, gordel. Oké. Okay. En van de ruitenwissers. En aan jouw blauwe dingetje heb ik nog aangezeten. En aan mijn toeter heb ik gezeten, gelijk gezakt. Dat was hem volgens mij. Ja, en aan de handrem heb je ook al gezegd. Oké, okay, schoongemaakt, mooi. Moet ik hem weggooien voor je, Piet? Nee, niet. Bewaar je hem wel. Een souvenirtje. Nou, is goed. Fijne avond. En ik zie je volgende week. Doei! Ja, nou, ik zou Roderick dus al een hele, tijd eerder gisteren, dat was 26/7/2020, nog eventjes een kleine vragen dingetje stellen. Want toen waren we dus namelijk bij de Jumbo en toen zag ik wat lekker vlees liggen. Ik vroeg het aan diegene, gaat het nog de bak in? Ja, zegt ze, dat moet ook de bak in, maar kan nou niks, want ik heb bloed. Nou, toen is Roderick gelijk achter de bij en bij de visafdeling gegaan en heb je haar geholpen. Hoe heb je dat ervaren? Ja, meer instinctief. Je ziet iemand met een probleem, met bloedende vinger. Nou, het gutst er bijna overal uit, zeg maar. Dus daar moet je wat aan doen. Het eerste is vanuit patiënt rustig houden. Ten eerste de gewonde dan in dit geval. Dan eens even kijken van hoe erg is nou de schade. Nou, het was een flinke haal. Dus dan is het even een kwestie van oké, even schoonspoelen. Een beetje onder water. Oké, is netjes, kan je het goed zien. Dan is het een kwestie van de wond stelpen, de bloeding stelpen. Dus dan pak je wat er voorhanden is om het te stelpen. Ja. En je doet het dus, zeg maar, houd het even vast, dan heb je wat te doen, dat het omhoog is, boven je hart. Dan pompt dat niet zo snel, zeg maar, dan spuit het niet toch eruit. Als je het mee doet, gaat het eruit spuiten. Ja, oké. Niet handig. Dus dat is wat afwijken van hou dit vast. En dan is van oké, ik moet daar de focus hebben. Niet die daar de focus, maar hier de focus, hieronder. Ja. En dan even vragen nou, hoe de naam is, wat de geboortedatum is. Ja, gewoon de standaard dingen van eventjes helder blijven. Ja, maar we kregen ook nog iets van de Jumbo, omdat we dus zo adequaat hebben gereageerd. Ja, bloemetje. Ja. Is leuk. En daar zei jij ook nog wat over. Dus Jumbo, mochten jullie dit kijken, luister even naar Roderick. Dank je wel. Nee, maar jij zei wat over dat bloemetje. Dat had niet eigenlijk gehoeven. Nee, eigenlijk niet. Ja, ik heb BRV, jij hebt BRV. Ja. Zie je iemand met een probleem? Dan moet je toch helpen, dat is logisch. Normaal zou ik ook helpen, maar omdat ik dus zelf momenteel vitamine B12, vitamine D en ijzertekort heb, dan kan je dat beter gewoon niet doen. Dus daarom heb ik hem ook afzijdig gehouden. En als je dus ook dat tekort hebt dan, en je hebt zelf ook een open wondje, dan kan je dus ook sneller besmet raken. Stel iemand heeft HIV, dan kan ik dat dus ook sneller krijgen. Dus daarom heb ik het ook niet gedaan. Maar ik heb wel gewoon een beetje gecoacht, denk ik zo. Ja. Ja. Want iedereen begon vragen te stellen aan de patiënt. Van wat moet er nog meer gebeuren? Van, ga die vloer even schoonmaken, maak het bloedvrij. Kom, zie toch wat er moet gebeuren. Maar ja, goed. Maar ja, dat is ook gewoon hectiek vandaar. Ja, goed. Het patiënt is even niet aanwezig voor vragen nu. Nee, maar het is wel juist goed om dus juist hun focus wakker te houden. Ja, maar goed. Ik had dus gezegd, kan je even iemand een stoel halen? Nou, ja, maar dat werd ook heel netjes gedaan. Een verbandtrommeltje kwam erbij. Ja. En het werd netjes verbonden dus met een gaasje en dan ja. Linkje eromheen. En ze was wel heel blij en dat we haar hebben geholpen. Ja. Dus ik noem even geen naam, want ik weet niet of jij dat zelf wil. Maar mocht je dit kijken, je hebt het heel goed gedaan. Ja. We hopen dat je er goed bovenop komt. En we hebben je ook een advies gegeven om dus naar huis te gaan. En waarschijnlijk ben je dat al geweest. Maar dan horen we dat dus wel het weekend hoe het is geweest geworden. En wat de huisarts heeft geadviseerd. Ja.
Dus ik zou, wij zeggen alsnog van harte beterschap met je vinger. Ja. Het is niet altijd de even fijne vinger, want ik heb hier splinter. Een splinter in gehad, maar ik heb ook eens een keer door deze vinger een hele vleesvork doorheen gehad. Dus ja, het is niet fijn, dat weet ik. Maar alsnog beterschap en we zien je snel weer bij de Jumbo als medewerker. Dus doei. Ja, ik ben een beetje verdrietig, maar dat heb ik ook nu net tegen Rowe verteld. Degene waar we dus nu naartoe gaan, daar hebben we in principe een heel goed contact mee. Maar hoe heet dat nou ook alweer, waar die aan leidt? Ja, ik dacht Alzheimer. Alzheimer, maar hij is ook onwijs vermagerd. Hij is, ja, hij is niet meer de persoon die ik ken. En daar heb ik gewoon heel veel moeite mee. En ik ga dan nu wel mee en naar zijn verjaardag. En maar ik weet ook niet hoe ik het zo meteen moet vertellen. Dat ik gewoon het liefste... Mag dit? Nee. Dat ik het liefste eigenlijk gewoon niet meer wil komen. Omdat ik hem... Ik weet niet of hij ook in beeld wil straks. Ik hoop het wel. Zodat we ook van hem gewoon nog een beeld hebben. Dat vind ik ook fijn. Dus ik hoop het wel. Maar dit wil ik ook gewoon met jullie delen. Dat ik ook gewoon een mens ben die gevoel heeft. En ik heb gevoel en dat mag ook gewoon gezien worden. Ik heb hier gewoon heel veel moeite mee. En dat komt door omdat mijn oma in 2010 is overleden. Ik heb toen mijn moeder en haar partner die ze toen had. Die dus ook helaas is overleden. Waar ik gelukkig niet bij ben geweest. En respect voor mijn moeder dat zij dat allemaal wel heeft gedaan. Maar ik heb mijn oma dus ook me helemaal blauw gezien en alles. En sindsdien heb ik daar gewoon heel veel moeite mee. Dus ja. Zo, nou we zijn op verjaardag bezoek. Handig. Alleen als ik zo ga filmen, dan zie je het niet meer. Benny is lekker bezig. En voor cola voor ons, gezellig. Ja, lekker. Cola. Yummy. Zo. Ja, nou, dus in. Dus nee, maar Ben die wilde er ook zo meteen op. Vond ik leuk. Ja. En waar wordt het dan toch gezonden? Nou, op internet. Naar iedereen. Naar iedereen. Dus ja, gezellig. Kijk, en daar komt de cola al. Cola alweer aan. Lekker, cola. Cola, Ben. Nee. Is lekker. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, en wat hebben we daarmee in koor? Geen idee. Nee. Maar leuke plantjes, Ben, ja. Trouwens. Hele leuke plantjes. Deze. Nee, die zijn niet van mij, hoor. Dat niet? Dat geeft niet. Van Shoda. Oké. Okay. Dat geeft niet. Oké, okay, nice. Die haalt er al weg. Mm. Die heeft er toen bij mij neergezet, omdat ze bij haar niet groeide. En hier wel. Oké, okay. Nice. Nou, deze meneer, onze lieftallige vriend Ben, is jarig vandaag. Hè, Ben? Ja. Ja, hoe gaat hij verder met jou? Goed. Mooi. Ik ga volgende week verhuizen. Zo. Naar mooi is. Hè? Huis ten Bos? Bijna wel, hè? Ja. Maar we zitten nou lekker op je verjaardag, hè? Ben ik heel blij om. Mooi zo. Maar wij zijn ook weer blij met jou. Ja, sowieso. Maar ik heb me niet bemoeid wie uitgenodigd heeft mijn zoon allemaal gedaan. Oh, ja, dat is toch leuk? Verrassing. Surprise party bij jou thuis. Ja. Maar dat is alleen maar gezellig en leuk, toch? Inderdaad. Nou, en dan hopen we en dat we een leuke avond maken, toch? Ja, dat gaan we doen. Dat wou ik zeggen. Een hele leuke avond maken. Ik ben gisteren inkopen gaan doen met mijn zoon. Ja? Bij... winkelcentrum? Ja, hoe heet die winkel? Wie is? Ja, er zijn veel winkels. Niet de Albert Heijn, maar wel... De Hoogvliet. Ja, oké. Okay. De Laagvliet. We gaan afrekenen, ik was precies 100 euro kwijt. 400 euro, oké. Okay. Top.
Doe je goed. Nou, en we zijn blij met jou, Ben. Blij met jou. Met mij ook nog. Okay, mooi zo. Zo, wij gaan dus nu weer weg naar de auto. Zo. Ja. Ik heb pijn in me. Gaat hij gewoon... Je moet hem trekken, zeker? Ja. Die gaat zwaar of niet? Ja, ja, redelijk. Staat hij waarschijnlijk op balkon? Niet? Nee, hij staat niet op balkon. Dag Ben! Hey Ben. Hey Ben. Nee, hoort het niet meer. Doei doei. Hè? En die blauwe? Nou, dat is dus Ben. Nou, die hebben jullie al gezien. Was gezellig! Doei doei. Nou, ze zijn dus hier ook alweer druk bezig met een hele zitplek. Aan de voorkant. Ja, een hele mooie zitplek. Kijk dan. Wauw. Hebben ze het hier al helemaal bestraat? Zo, kijk hé. Nice. Zo dan. Dit gaat inderdaad hard. Al licht bij de weg? Ja, zo licht. Jeetje, Mina. Gaat het hard, hé? Wil je eerst even die ramen even schoonmaken? Want ik zie echt helemaal niks. Ja, ik ga even langs de show. Nee, even nu en gewoon... Even zo lief, even. Zo zie ik niks. Ja, lieve mensen. Roderick die gaat er weer van tussen. Kleine oogjes. Hij is moe. En ik ben ook moe. Ik ga ook zo lekker naar bed. Maar ik ga eerst nog even kip piri piri maken. En dan ga ik lekker daar naar bed. Dus wij wensen... Nou ja... anders moet ik dit en dat vind ik niet fijn. Dus als, juist. Wij willen jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou superleuk? Ik zou zeggen, doe dan abonneren. Daarnaast het belletje. Heb je hier ergens een duimpje omhoog? Hey. Hey. En als je dan toch leuk bezig bent, laat dan even een leuke reactie achter. Ja. Dat zouden we onwijs leuk vinden. Dan zouden we zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen bij een heel leuke, gloednieuwe vlog. Doei! Doei. Doei.